in de gaten. Zodat ze vaak in de stad zeggen: best Friese, wat kennen die toch snokker praten? Dan zeg ik nooit, weet je dat het mispijt. Nou, dit was wel echt mijn laatste winkel hoor, Sammy. Ik ben de komende tijd echt blut door al dat geshop. Geloof ik. Maar je hebt ook dat fonds van je moeder. Waar je gaat van kijken. Ja, klopt. Maar misschien heb ik de laatste tijd iets te veel geshopt en uitgegaan. Maar ik word er ook gewoon blij van. Je kan altijd geld van mij lenen. Ik heb best een grote spaarrekening. Nee. Nee, dat hoeft echt niet hoor. Nee, dat hoeft niet. Ik overleef het wel. Hey, zullen we er nog even eentje doen? Ja, is goed. Maar niet te lang, want ik heb straks een afspraak met mijn medium. Medium? Doe je dat nog steeds? Ja, ik voel me er gewoon goed bij. En als ik het gewoon even niet meer weet, dan helpen de tarotkaarten misschien mij bij een oplossing of zo. Je kan toch niet je hele leven laten afhangen van die kaarten? Ja. Als je er maar in gelooft. En het helpt mij. Mijn deur staat ook altijd open, hè? Hmm. Heeft te maken met je moeder. Ja, ik snap wel dat het plotseling overlijden van je moeder zeg maar, heftig is en dat je dat plekje moet geven, maar... Hé, hey, luister je wel? Ja, ik luister. Maar ik wil het er gewoon even niet over hebben, oké? Kijk. Maar... Gaan we eens een keer mee naar mijn medium? Nee, dat is echt helemaal niks voor mij. Probeer het gewoon een keer. Je zult zien dat ze niet alleen op je geld uit is en dat ze je gewoon probeert te helpen. En misschien krijg jij ook wel antwoorden. Echt. Nou, oké, ik ga mee. Maar alleen omdat ik wil weten hoe het zit. Oké, deal.